Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. Vandaag ga ik weer naar de vinnen. En daar gaan we wat van maken. In ieder geval, ik zie jullie straks weer. Het is ook mijn fantasie vriendje Herspaalse verjaardag, dus feliciteer hem allemaal even. Yep, ik ben jarig. Wanneer de vlog uitkomt waarschijnlijk niet meer. Maar goed, ik ben in ieder geval 2 jaar geworden, dat jullie het even weten. Zo, dat heeft Herspaal even laten weten. Nou, ik zie jullie later weer, Rhino's. Zo, ik ben op de vinnen, in het fietsenhok. Het regent namelijk enorm. Dus ik dacht, ik ga hier staan, dan zit ik lekker droog. En ik wilde jullie even voorstellen aan mijn homie collega vlogger Mr. Demon. Hallo jongens! Mr. Demon en ik willen graag even wat met jullie bespreken. Vooruit! Op YouTube is het namelijk heel erg populair tegenwoordig, in de Nederlandse community tenminste, ja. dat verhalen gefaked worden. Ik bedoel, die vervelende Job van Doe Maar Game doet het, Snapking doet het, Armo Was Rai doet het. Volgens mij doet Joey Bravo het ook. Ja, zo'n beetje wel, ja, maar ja. Ik bemoei me er voor de rest niet mee, maar ik zeg wel, ik vind het ook niet echt... Denderend, ja, die Job die een kill doorsnijdt is niet echt, als je zegt denderend, hè, want ja. een fake. Want je hebt de meeste YouTubers exposen ook dat Doe Maar Gamen een fake verfkwasten op bij dat hartkistje hebt liggen. Ja, dus, precies. Dus vandaar. Ik vind dit maar een domme trend. Ik ook, ben heel eerlijk in. Ik moet me er voor de rest niet mee, maar ik ben het wel met hem eens. Ja, ik dacht, ik bespreek het even, want ik ben er helemaal klaar mee. Oh, dat snap ik dan wel, Mr. Rhino. Ja. Echt hartstikke vervelend. Wat ik ook niet snap is dat... ik heb laatst een vlog gemaakt, de nieuwste van mij is over Mr. Rhino. Ik steun Mr. Rhino staat aan. Dat is mijn nieuwste vlog. Precies. Vlog 3. Duidelijk. Ik ben net begonnen met Mr. Demon vlogs en die andere doet die vlogs gewoon weg, denk ik. Duidelijk. Wat is dat voor hek daar? Dat is denk ik Profan die bezig is. Of die is daar of die is daar. Ja, een van de twee. Daar werkt mijn familielid tussen, om het zo te zeggen. Ja. In ieder geval, dat is wat ik met jullie wilde bespreken. Mr. Demon is hier. En jullie gaan hem nog veel zien in mijn vlogs de komende tijd. Ja. Later, Rhino's. Later. Hi allemaal, Herspaal is er weer. Ik wilde graag wat cools en coole informatie met jullie delen. Het is niet alleen de verjaardag van mij, maar ook die van mijn naamgenoot, Herspaal Hasselbach, die in 2008 is overleden. Als hij nu nog had geleefd, dan was hij nu 50 geweest. Hij is namelijk in 1966 geboren, op 23 mei. Hij stierf toen hij 42 was in dat vervelende auto-ongeluk. En als hij nu nog had geleefd, was hij 50 geworden vandaag. Een hele prestatie, al zeg ik het zelf. Maar goed, hij is al zo'n beetje, dit jaar is het 8e jubileum van zijn overlijden. Niet echt iets wat ik graag zou vieren. En dat vier ik ook niet. In ieder geval, dat is alles wat ik tot nu te zeggen heb. Ik zie jullie zo weer. Zo, het is eindelijk droog. Nadat het een hele dag heeft geregend, kan ik eindelijk even rustig buiten fantaseren. Het druppelt wel een beetje, maar voor de rest is het droog. Hey.
In ieder geval, ik ga nu even lekker fantaseren en dan zie ik jullie straks weer. Zo, ik heb net Utopia gekeken en de uitslag over het kijkersreferendum Utopia heeft een dictator nodig is binnen. Een groot gedeelte van de kijkers wil wel een dictator. En die zal er ook komen. Maar wie? Dat weten we nog niet. Dat zien we morgen of zo wel. Is het niet echt iets voor mij, dictatuur? Maar als een groot gedeelte van de kijkers het wel leuk vindt, dan vinden ze het leuk. Ik zie jullie in ieder geval zo weer, als ik weer wat te vloggen heb. Tot later. Oké, dus ik was zo gisteren op mijn team en ik ging 's middags met mijn begeleider naar Heerenveen. Ik was zo bij Game Mania aan het rondneuzen. En ik vond 3 Sonic games die ik enorm haat. Sonic 2006. Voor PlayStation 3. Sonic Unleashed, ook voor PlayStation 3. En Sonic and the Black Knight voor de Wii. En die zullen jullie wel denken... Mr. Rhino, wat is er mis aan die games? Ik zal het voor alle 3 de games uitleggen. Sonic 2006. Slechte verhaallijn. Allemaal glitches. Een karakter dat iedereen haatte. En een scène die simpelweg te goor is om over te praten. Sonic Unleashed. De Werehog transformatie. Sonic is in die staat te langzaam en hij draagt geen handschoenen. Sonic zonder snelheid en handschoenen is als... Even denken... Is al Superman zonder superkrachten. Sonic en de Black Knight. Sonic moet een fucking wapen gebruiken. Ik bedoel, Sonic die een wapen gebruikt, dat is net als Batman die een pistool gebruikt. Of Mario die een seriemoordenaar is. Of Superman die een moordenaar is. Maar het allerslechtste Sonic spel, dat moet wel Sonic Boom Rush of Lyric zijn. Want ik heb gehoord, allemaal glitches, meer langzaamheid. heel erg cheesy lines. Maar niet normaal hoe slecht. Ik bedoel, ik zal ze een voorbeeld geven van een quote uit de game. Ramps, we can use these as ramps. No shit, Sherlock! We weten dat je een ramp kunt gebruiken als ramp. Weet je wat het is? Sega probeert niet eens meer om een goede Sonic game te maken. Dat is het grote probleem wat ik met Sega heb vandaag de dag. Ze proberen gewoon niet eens om een goede Sonic game te maken tegenwoordig. Maar ondanks dat heb ik nog steeds hoop dat ze zich kunnen verbeteren. En als Sega eindelijk een keer hun hoofd gebruikt, dan kunnen ze Sonic weer goed maken. In ieder geval, dat is alles wat ik tot nu toe te zeggen heb. Ik zie jullie zo.
Zo, ik ga nu heerlijk slapen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je het leuk? Laat dan even een reactie hierachter. Geef even een blauwe duimpje omhoog. Zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. Even, abonneer je gelijk even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk check ik jullie weer bij de volgende vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd... Later.